wat gebeurt er in de hersenen als je verdrietig bent? Als je verdrietig bent, gebeurt er natuurlijk wel heel veel, want het is een hele belangrijke emotie. Ik zal één gebied daarvan laten zien, die daar zeker bij betrokken is, wat ons dat gevoel ook geeft. En dan moet ik een beetje naar de zijkant laten zien. Hier maak ik het open, dat is dus eigenlijk zo'n beetje onder de slaapklap en onder dit gedeelte hierboven, frontaal, parietaal. En dan zie je nog een eiland liggen. En dat eiland heet de insula. En die is enorm betrokken bij onze diepste emoties. Heel veel geluk, maar ook diep verdriet dus. Het is onderdeel van uw hele emotionele circuit. Wordt zeer actief als u verdrietig bent. En dat geeft u dat